De gemeente heeft bezuinigingen aangekondigd van tonnen op jullie werkstuf, de stichting uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden. Wat gaat dat voor jullie betekenen? Dat gaat betekenen dat we mensen niet meer daadwerkelijk kunnen opvangen. Dat we ze geen onderdak meer kunnen bieden. En dat geldt zowel voor het bed, bad en broodverblijf als voor de perspectiefvluchtelingen en de hele schrijnende gevallen. Nou, noem je wel een aantal groepen gelijk in één zin. De bed, bad en brood eerst maar even. Die is een aantal jaar geleden open gegaan. Die moet nu weer dicht. Er is een landelijke voorziening, de LVV, daar zouden ze heen kunnen. Helaas is het zo dat de ambtelijke afspraken daarover nog niet rond zijn. En wij vragen dan ook van geef ons de tijd om dit goed te doen, goed te regelen. Het gaat om mensen, laat eerst die ambtelijke afspraken goed kloppend zijn. En natuurlijk werken wij dan mee als ze ergens anders naartoe kunnen. Maar op dit moment zien wij echt heel veel problemen daarin. Want wat is dan dat probleem? Want of ze nou in Leiden of in Rotterdam worden opgevangen maakt op zich niet zoveel uit, zou je kunnen denken. Nee, dat klopt. Dat klinkt heel logisch en dat, zo zou het ook moeten zijn. Maar het is nog niet duidelijk of Rotterdam al onze mensen toelaat. Dat is er één. Of ze de faciliteiten hebben om de heel zwaar zieke mensen die we ook hebben, om die op te vangen. Daar is weer een aparte opvang voor in Amsterdam. Die zit vol. Daar is een enorme wachtlijst. En we kunnen natuurlijk niet de deuren sluiten als er nog één of twee mensen zijn. Dat is wat wij proberen te benadrukken naar de raad. En jullie doen nog meer. Het is niet alleen die bed, bad en brood opvang waar jullie iets van 20 mensen geloof ik opvangen? Ja, 30. 30 man hebben we ondertussen. Ja. Naast dat hebben we ook de zogenaamde perspectiefvluchtelingen. Dat zijn mensen die een perspectief hebben om te mogen blijven, legaal te mogen blijven in Nederland. Een vergunning tot verblijf te krijgen. En die mensen die hebben wij altijd al in de 21-jarige bestaan van Stuf opgevangen in appartementen. En nu wordt onze begroting dermate gesnoeid dat dat ook vervalt. Wat willen jullie van de politiek, van de gemeenteraad? Wat wij vragen is, stel de bezuiniging op de BBB een jaar uit. Het zou best kunnen zijn dat we halverwege het komend jaar zeggen, jongens, het kan nu dicht. Hè, maar het kan ook zijn, en die zorgvuldigheid willen we kunnen hebben, dat we iets langer de tijd nodig hebben om mensen op een goede en nette manier over te dragen naar Rotterdam. Nou, dan gaat hij, stel dat dat lukt, hè, dan een jaar later dicht. Kunnen jullie dan nog wel die andere mensen in die appartementen opvangen of ook niet meer? Nee, zoals de begroting er nu uitziet, blijft er uiteindelijk maar 110.000 euro over voor Stuf. Daarvan kunnen we dat werk, het daadwerkelijk opvangen van de vluchtelingen, niet doen. En we hebben daar een ruimere begroting voor nodig. En wij vragen de Raad dan ook dat onze begroting 250.000 euro kan blijven.